ben Johan, ik ben aangepast wielrenner. Ik heb 2 keer goud, 1 keer zilver gewonnen met zitvolleybal. Na heel veel deelnames aan de Paralympics. Ik heb 9 keer meegedaan. Daar ben ik ook wel trots op. In mijn jeugd was het lastig op school. Bepaalde dingen kon je niet meedoen met de gym. Ik ben ooit aan het sporten gekomen door een maatschappelijk werkster op school. Want er moest al wat gebeuren. En die maatschappelijk werkster die zag al dat ik heel sportief was. Ik heb zelfs gevoetbald met mijn beenprothese. En die zag dat ik altijd een bal bij me had. Dus die maatschappelijk werkster, die heeft me, daar ben ik haar nog steeds dankbaar voor. Die heeft me op een goede weg geholpen door naar de sport te brengen. Je hoeft niet allemaal competitiesport te doen of topsport. Nee, gewoon om die mensen aan het bewegen te krijgen. Nou, ik denk dat heel veel mensen ook niet weten wat de mogelijkheden zijn om te gaan sporten. En het is soms wel lastig om in je omgeving een sport te vinden die met een beperking kan plaatsvinden. Maar ze zijn er. Ze zijn er meer dan iedereen weet. En daarom is dit vind ik dit heel belangrijk. Nou, ik denk dat ik wel een hele mooie voorbeeldfunctie ben voor veel mensen met een beperking. Daar ben ik al heel lang over aan het nadenken van wat je daarmee kunt doen. Mensen die een beperking hebben, die nog niet sporten, zoek een vereniging. Ik wil je daarbij helpen, maar iedereen actief zou je zeker hierbij helpen. En het geeft je veel voldoening en veel plezier.